It's all I wanna do. Welkom bij de derde aflevering van de Road to Golden Havenkern 30 natuurlijk hier op mijn kanaal. Chess, we gaan vandaag weer proberen een paar headshots binnen te slepen natuurlijk voor de HVK 30 Assault Rifle. En we hebben op dit moment al 3 camo's unlocked, dat is goed. En we gaan gewoon kijken. We spelen een potje Domination op de map Fringe. En hier natuurlijk staat hij, onze clash. En er zit natuurlijk een high caliber en quick draw op, zoals ik vorige keer heb aangepast. We spelen met de UAV Vraid en de Hater natuurlijk. Dus, mocht deze video natuurlijk leuk vinden, laat even je blauwe duimpje omhoog. Natuurlijk helpt me enorm. En we gaan natuurlijk kijken of we weer 5 headshots proberen te kunnen gaan binnenslepen vandaag. Mocht dat niet lukken, dan doen we de volgende aflevering wel. Maar het moet wel zo ver mogelijk kunnen komen dat we een paar binnenslepen. Dat is ons doel natuurlijk ook. Dus ga jij maar voor, teammate. Dan niet. Ik ga wel even een Semtex. Nou, team is spannend hier al, dat is een teken dat er... Dat was gelijk een headshot, dat was al gelijk een headshot. De eerste keer die we maken was een headshot, dat is natuurlijk wel fucking mooi. Maar we moeten er nog een paar maken. En dan kunnen we pas de andere challenges gaan doen. Dat was geen headshot. Oh, ik moet hier naar binnen. Oh, dat is een teammate. Sorry teammate, I shoot on you. Ik heb bijna scavenger unlocked, ben vierde precies level 40 op dit moment dat ik dit opneem. Dus als deze video online is, ben ik waarschijnlijk wel al level 44 of misschien zelfs al prestige, ik weet niet. Het is natuurlijk dubbel XP, dus het gaat hard. Even die granaten heen. Oh. Oei, er zitten 2 mannen, laat ik niet eens door joh. Ik heb een UAV binnen, ik kan er gelijk even in. We halen niet door dat hij daar zo zit. Weer geen headshot, jammer. Zit op B. Free headshots. Oh, die shit! Als hij zo snel door het raampje is gekomen en mijn succes ging af, mijn valt de perk zo dood erg. Dan ga ik hem uitzetten gewoon als hij dat niet eens had opgemerkt. Of het ligt er aan mezelf. Let's go, HVK 30 level 8. Dat is mooi natuurlijk. Oei. Thanks to my flag jacket. Dit is toch lachwekkend, jongens. Dat ik hier de dome moet gaan. We hebben ze een account in UAV. Je gaat toch heen, jongen. En de UAV. En je teammates. GG, boys. Waar zit hij te campen dan? Daar dus. Ik moet weg hier. Maar ben ik sowieso omsingeld door enemies als ik daarin loop. Beter doe ik dat gewoon helemaal niet. Oh my god, hij zat in mijn rug. Shitties. Jammer. Ik ga daar mijn site pas inkoelen. Ik wou vreed zeggen, maar het is een site. Oh. Oké, let's go. Kunnen we mee met de site? Ik krijg natuurlijk iets meer puntjes voor. Later. Zo, dat komt heel raar uit. Fucking hell, hij staat ook gewoon 30 seconden om me gezoomd of zo. Van zoom wel even op, jongen, ik kan niet aimen. Hier, stun op je bakkes. En doorgaan. Let's go, weer een matchupje erbij natuurlijk. Dat zijn 2 duitjes van dit potje. Kom. Zullen we A pakken, boys? Ik vind het een goed idee. Ik heb flag jacket! En dan krijg ik 1 helsem om mijn bakkers en dan ga ik dood. Echt, dat is ongelooflijk soms. Want soms overleef ik gewoon zo'n
Hel zo makkelijk terwijl ik flexjacket heb. Dus slaat nergens op, hé. En mijn aim was helemaal off. Fucking me. Oh, kut, jongens. Teammates werken ook niet mee. Ach, gaat toch heen, man. Ja, hij moet echt een baan zoeken en deze game gewoon verkopen, joh. Vieze stinkhard. Oh, viezerik is dat, zeg. Gaat hij zitten campen, man. En ik gooi mijn stun verneukt. Hey, nog een headshot. We're being dominated. Go on the offensive. En dan staat hij weer diezelfde flikkeren. Echt, ga toch een tering ding doen of zo. Ga rennen of zo, man. Je hebt een linker knokkel waar je op kan rennen. Dit ding moet jij gebruiken, vriend. Godverdomme, zeg, hé. Daar kan ik echt niet tegen zulke soort mensen. Holy shit, hé. Staan ze hier triest op te wachten. Gaat er dan inrennen? Maar dat kunnen ze niet, hoor. Echt serieus waar niet. Dat kunnen ze niet. Gadverdamme. Dat kunnen ze niet, hoor. Vieze. Ja, ik vind die mensen zulke soort vieze rikken, zeg, hé. Echt. Kan ik zo niet tegen, jongen. Wat vinden jullie van campers? Laat even in de comments weten. Gadverdamme. Ik vind dat de vieste tyfus persoontje die er zijn in de hele Call of Duty. Met hackers samen. Maar hackers kunnen soms ook nog leuk zijn. Campers zijn altijd verneukt. Ze hebben weer een UAV. Oh, mijn teammates zijn ook zo slecht, hé. Ze zijn allemaal negatief. Allemaal negatief, jongen. Wat wil je dan dat ik moet doen, man? Wat wil je dan dat ik ga doen met het enige positief in dit team? Ik ga daar ook nog negatief verder. Let's go. We hebben wel weer een nieuwe camera binnen. Dan gaat het om. Ach. Ik ga erom lachen, maar ik heb er geen woorden voor, jongens. Je wordt gestunt en je kilt me nog! Jezus, zeg! Ik ben klaar, jongens. Echt waar. Ik ben er klaar mee. Ik ga nog negatief dadelijk ook. 10 euro, durf ik te wedden. Dat ik nog negatief ga. Oh. Mute jij je lekker, ik weet niet hoe je heet. Staan daar. Oh. Jongen, jongen, jongen. Ik begin gewoon te zweten van een potje Call of Duty. Omdat ik me zo erg aan het inspannen ben. Dat is niet gezond, hoor. Echt. Ik ben daar echt klaar mee. Ik ga naar Livo. Wat is dan UAV above? Ja, sukke kok, man. Dit is toch ongelofelijk, jongens. Oh. Ik heb er geen woorden meer voor, echt. Ik, rot op met je kutsite, vieze teringboef. Hier, jij ook met je kut tering. Weet ik het wat je had?
Doei. Flakjack natuurlijk. Hier. Kom er binnen dan. Nou, we hebben dit verloren, jongens. Dat hebben jullie wel eens ook wel gezien, denk ik. Ik denk dat we dit niet meer kunnen gaan winnen, want dat wil ik ook niet eens meer. We hebben ineens 100 punten. Let's go, we hebben verloren. Oké, okay, potje bijna afgelopen. Let's go, het is afgelopen. Wat een ace tegen Tyfus Game is dit. Ik stop ermee, jongens. Ik heb er gewoon geen woorden meer voor. Mijn teammates. 18-31. 15-36. 4-11. 5-26 en 0-4. En dan kom ik aan met mijn 32-23 ook fucking slecht is. Maar ik blijf de mensen fucking positief staan. Ik ben gewoon te fucking boos geworden in dit potje. Mocht je wel genoten hebben, laat alsjeblieft blauw naar mijn achter. Ik ben er klaar mee. We hebben weer een camel unlocked en dat zie je voor een aflevering. Wel bedankt voor het kijken en tot de volgende keer, mensen. Later.